Goedemiddag, het is weer een zonnige zondag. En ik sta weer op station Zutphen. Want het is tijd voor een tweede hoogtepunt. Dit keer gaan we naar Overijssel om daar het hoogste punt van Overijssel te beklimmen. En nu moeten we wachten op het schattige blauw netsprintertje dat over enkele minuten aankomt. We zijn zojuist aangekomen in het mooie Oldenzaal. Ik ben hier nog nooit van mijn leven geweest. Voor de context, Oldenzaal ligt in Twente. En dan moeten wij nu even een stukje wandelen naar de Tankenberg. Het hoogste punt van de gemeente, wou ik zeggen, de provincie Overijssel. En kijken wat onderweg tegenkomen. Met gevaar voor eigen leven ben ik hier op pad, mensen. Kijk, deze boom is gewoon levensgevaarlijk. Man, ik zou hiervoor betaald moeten krijgen. Kijk eens wat we hier in het wild gevonden hebben. Een waddy. Daar word ik altijd persoonlijk wel blij van. Je houdt er nog niet van waddies. We zijn hier al bijna in Duitsland en het landschap begint er al redelijk op te lijken. Een graanveldje, vakwerkhuisje erbij. Ik krijg helemaal zin in onze oosterburen. Ik ben vandaag op pad met mijn moeder. Ja, zeker. En die zal niet heel veel bijdragen in deze video, maar ze is wel gezellig aanwezig om mij te vergezellen in deze verre, verre reis. Een mooie wandeling. Een mooie wandeling. Zeker. We zijn inmiddels aangekomen op de Tankenberg. Tankenberg? Tankenberg. En dat is het hoogste punt van de provincie Overijssel volgens Google Maps. We zijn op de berg. De top moeten we nog even zoeken. Hier achter me zien we in ieder geval al een koepeltje. En dat is ook een heel hoog punt. Maar voor mij is die heuvel menselijk gemaakt. Dus dat is niet het echte hoogste punt. Maar dat koepeltje komen we zo nog op terug. Want dat is op zich wel interessant. En dit is echt in the middle of nowhere. Dus het voelt echt alsof we in het buitenland zijn. En dat is op zich wel leuk, want we zijn hier ook al bijna in Duitsland. Goed, we gaan nog even zoeken naar de echte top. En kijken of we daar een steen kunnen vinden die dat aangeeft. Het echte, daadwerkelijk hoogste punt is een beetje moeilijk te vinden. Voor mij is het gewoon verdwenen. Of hebben ze niet de moeite gedaan om überhaupt gewoon vast te leggen. Maar dat koepeltje waar we het net over hadden, daar gaan we even naar terug. Want daar heb je een prachtig uitzicht. En is ook nog een interessant verhaal over te vertellen. Dus, we staan hier op de top van de Tankenberg. En hier is, hier kan je een mooi koepeltje vinden. Het koepeltje is hier in 1844 door de burgemeester van Oldenzaal neergezet. Maar de plek staat al langer bekend als een gelovige, als een soort van bedevaartsplaats. Er zijn allemaal theorieën over dat hier ooit een tempel voor een Twentse godin heeft gestaan.
Er zijn allemaal wat twijfels over vanuit het historisch gebied. Maar het is wel een leuk koepeltje. En het uitzicht hier aan de andere kant is nog veel mooier. Vanaf de koepel hier op de top heb je een prachtig uitzicht over een groot deel van wat waarschijnlijk Duitsland is. We kijken hieruit over het noorden. En door de uitzonderlijke hoogte van deze heuvel kan je best ver kijken. Een mooi uitzicht vanaf hier dus. En je kan hier op de grond ook zien welke steden je in theorie je zou kunnen spotten. En dan natuurlijk een moment waar jullie allemaal op gewacht hebben. De hoogte van deze Tankenberg. Het is natuurlijk voor internationale begrippen meer een heuvel. Maar hij is alsnog best hoog, 85 meter boven NAP. En daarmee is het de derde op ons lijstje van de hoogste punten per provincie. En daarmee zitten we toch wel redelijk bovenin het segment. Het is in ieder geval een leuke plek om te bezoeken. En ja, zeker niet het saaiste bergje waar ik ooit ben geweest. Oké, je moet je voorstellen dat dit het landschap van Twente is, net voor de voorlaatste ijstijd. Dus het Salien, zo'n 300.000 jaar geleden. Zoals je ziet is het vrij vlak, want door de jaren heen hebben rivieren en andere processen heel veel lage sediment op het vlakke stuk land gedumpt. Je kan natuurlijk voorstellen als daar zich een gletsjer met vrij veel kracht langzaam doorheen beweegt, dat het nog wel wat heuvels kan veroorzaken. En aangezien gletsjers door de koude temperaturen in grote delen van Europa te vinden waren, was eigenlijk het grootste deel van Nederland bedekt met ijs. Om het even te visualiseren zal ik met mijn voet een gletsjer gaan nadoen. En dan kunnen jullie zien. Dat zich aan de zijkanten hier kleine heuveltjes ontstaan. Natuurlijk is dit een erg slechte en versimpelde visualisatie van hoe stuwwallen ontstaan. Maar je krijgt wel het idee. Het interessante aan deze specifieke stuwwal is dat dat de grond eigenlijk in schubben aan de kant geduwd is. En dat houdt in dat lagen die normaal veel ouder zijn, veel hoger kwamen te liggen. En door de jaren heen is dus de toplaag geërodeerd. En dan hou je een grondlaag over die veel ouder is dan het omringende landschap. En dan met de grondlaag bedoelen we niet dit zand, want dat is overal hetzelfde en is heel recent. Maar de stenen die daar net onder liggen. En de stenen die hier liggen komen uit het tertiair. En dat is veel ouder dan de sedimenten en andere grondsoorten die hier eigenlijk om de heuvel heen liggen. En dat maakt deze plek interessant voor geologen om te onderzoeken. En daarmee kunnen wij nog een hoogtepunt van ons lijstje afstrepen. Overijssel is klaar. En daarmee nog een stap verder in mijn project om ze allemaal te bezoeken. Ik vond het zeker een mooie plek om te zijn. Het is een prachtig natuurgebied hier ook. En ik zou het zeker aanraden om hier te komen met 20 minuten lopen van station Oldenzaal. Dus erg ver weg is het nou ook weer niet. Voor Oosterse begrippen dan. En bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie bij een volgend hoogtepunt weer terug op dit kanaal. Tot ziens! Twee provincies klaar, nog 10 te gaan. Maar geen paniek, de volgende hoogtepunten staan al in de planning. Dus hopelijk tot snel op dit kanaal.